accepteren dat het in de praktijk gewoon ontstaat in plaats van dat het perfect moet zijn en in je plaatje moet passen. We gaan een groot 17e eeuws vrachtschip bouwen, maar niet in hout, maar volledig in afvalplastic. Probleem van vandaag, transformeren in de oplossing voor morgen. Nu het berghout eromheen zit, kunnen we ons gaan concentreren op het plaatsen van ophangers. We hebben er natuurlijk al heel wat in zitten, dat heb je in de vorige afleveringen wel gezien. Maar tussen elke ophanger moet er ook nog weer een geplaatst worden. En daar zijn we nu volop mee bezig, we hebben nu nog alle ruimte. Daarvoor hebben wij een aantal balken al gebogen in de vorm ongeveer overeenkomend met de romp. Dus we hebben malletjes daarvan gemaakt, zodat we de krommers hebben kunnen maken. En nu gaan we ze plaatsen en nu zie je waar het nog niet perfect is. En dat proces dat vindt gewoon in het schip plaats. Je tekent af waar te veel materiaal zit. Dat haal je weg en zo krijg je hem steeds beter passend. Want het is een driedimensionale afschuining in die ophanger. Het is de romp van het schip in de lengterichting. En het is natuurlijk in de doorsnede een vorm. En die moet je zien te vinden. En die hebben we natuurlijk tijdens het buigen niet in één keer perfect kunnen vinden. Dus ja, dat is constant inmeten, dat ding weer opstellen. Kijken waar het nog niet helemaal goed is. Dat weer aftekenen. Weer een stuk eraf hakken. Dat is eerst een grof stoffelijk proces, hè, om zo dicht mogelijk in de buurt te komen. En als je dat hebt gevonden, dan schaaf je hem nog even wat strakker na. En dan kan je hem plaatsen met de boutverbinding. En dat is eigenlijk het hele proces. Dus het is vrij chill, vrij makkelijk proces. Maar het zijn er wel veel. Dus je bent er nog wel even mee bezig. Het is wel grappig, want ik heb het over krommers. En eigenlijk is dat vreemd, want plastic groeit niet. Dus hij kan nooit in die vorm gegroeid zijn. Dat hebben wij gebogen. Dus we hebben ze bij benadering al gebogen in de juiste boog. Maar in de 17e eeuw was het zo dat men takken verzamelde die krom gegroeid waren. Dus de nerf loopt dan mooi in het hout mee met de boog. En als je dan op zo'n schilderij kijkt uit de 17e eeuw, dan zie je zo'n werf helemaal vol liggen met allerlei krommers. Nou, dat hebben wij min of meer ook, alleen wij hebben ze natuurlijk een beetje kunstmatig gemaakt. Maar ze passen natuurlijk nooit in één keer. Dus op het moment dat ik met de kettinglat heb bepaald welke ik ga gebruiken, ja, dan is het een beetje schrikken en ontdekken wat er allemaal aan gedaan moet worden. En als dat proces klaar is, dan gaan we nog steeds niet verder met de romp. Dat is wel verleidelijk. Hè? Ik zou heel graag me bezig willen houden met het boeisel. Het laatste deeltje wat bovenop het berghout komt te staan en dan komt het poddeksel erop. Dat is eigenlijk de sierlijst van het hele schip. Maar ik wacht er toch nog even mee, want er moet aan de binnenkant nogal wat extra materiaal aangebracht worden. Als alle ophangers erin liggen, dan komt er in het midden over de kiel heen een hele zware balk. Dat heet het kolsum. Of het zaadhout, het hangt er een beetje vanaf of je uit Amsterdam of Rotterdam kwam in de 17e eeuw. Dan heb je in de kimmen, dus de overgang van het vlak naar de huiddicht, daar heb je de kimwegers zitten. En ter hoogte van de berghouten, daar komt de balkweger. Dus dat zijn nog vrij zware balken die er ook in komen. En dan is het constructieve deel van het binnenwerk helemaal gedaan. We hebben tijdens de bouw van het schip, hè, dus toen we met de romp bezig waren, hebben we maar een beperkt aantal ophangers neergezet. Het begon met de hals, dat is het belangrijkste spant op 1/3 van de voorkant gezien op het schip. En toen hebben we een scheerlat kunnen plaatsen om de vorm van de romp te kunnen bepalen. Dat is een heel belangrijk moment, want dan zie je in feite in 3D het schip ontstaan. Om een beetje steun te hebben tijdens het bouwproces van de huiddicht, hebben we nog op een aantal posities een paar ophangers geplaatst. Naarmate je verder komt in dat proces, heb je ook de gelegenheid om daar al wat meer ophangertjes in te plaatsen. Dat hebben we gedaan om de orde grootte meter.
dat was onvoldoende, want we hebben ze uiteindelijk om de halve meter staan. Eigenlijk ben ik nu aan het uitleggen dat in de 17e eeuw het hele bouwproces ten opzichte van de heden tendaagse scheepsbouw achterstevoren is. En misschien ook wel van buiten naar binnen. He, daar waar de scheepsbouwer op dit moment eerst een heel spandraam neerzetten, alle spanden hebben gemaakt en die neerzetten, hebben wij gezegd, nee hoor, we beginnen gewoon met de schil, met de huid. En daar zetten we de spandjes in. Dus het omgekeerde proces, dat heb ik zelf niet bedacht, dat was de bouwwijze uit de 17e eeuw. En dat maakt dat je ontzettend snel kan bouwen, maar ja, het is ook een beetje freestyle. Hè? Je werkt, ja, waar werk je eigenlijk naartoe? Want als er geen spanten zijn, kan je eigenlijk gewoon ja, doen wat je wil. En dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat bakboord en stuurboord nogal verschillen in de maatvoering. Dat was ook zo in de 17e eeuw. Er zijn wrakken gevonden waar je die verschillen heel nadrukkelijk terugziet. Bij ons is dat eigenlijk ook zo. Want tijdens het bouwproces had ik een paar oplangers geplaatst om daar een beetje tegenaan te kunnen bouwen. Maar er was er één bij, ja, die paste helemaal niet in dat verhaal. Dat strookte allemaal niet lekker. Dus ja, op een gegeven moment gaat je huid loskomen van je oplangers en dan zitten er grote kieren in. Ja, dan komt er een lastige vraag. Zou ik dat ding er dan uit moeten halen en een nieuwe moeten maken die beter past? Of moet ik het gewoon accepteren? Voorlopig zit hij er nog in en hou hem maar in de gaten. Ik neem op een goed moment een besluit of hij zit er nog in. En er zal een heel verhaal over te vertellen zijn. Of ik heb toch besloten, van, het moet eruit. Het moet gewoon netjes in that's it. Dus een van de belangrijkste of een van de moeilijkste punten eigenlijk in het hele scheepsbouwproces is accepteren dat het in de praktijk gewoon ontstaat in plaats van dat het perfect moet zijn en in je plaatje moet passen. Nou ja, nooit te oud om te leren zou ik maar zeggen. Het speeljacht zijn we buiten aan het bouwen. En dat was in het beginsel een lastig traject, hè? Want je bent met de romp bezig. Je wil natuurlijk niet dat de spanen op de grond vallen en verwaaien, want dan lever je juist een bijdrage aan de plastic soep. En dat is nou precies onze missie, dat we die willen voorkomen. Nu ik aan de binnenkant bezig ben, hoef ik daar helemaal niet meer op te letten. Want het is één grote bak, je zit helemaal in de luwte, dus je kan lekker je spanen in het schip laten vallen. Het blijft allemaal keurig netjes liggen. En op een gegeven moment ligt er zoveel, je kan met handen vol kan je die eruit halen en afvoeren. Dus dat is eigenlijk heerlijk werken. En nu het, nou ja, de winter een beetje voorbij is en het langzaam voorjaar begint te worden, voel je ook af en toe een beetje door die diffuse, dat diffuse wolkendek voel je die zon een beetje komen. Nou, dat is dan wel gewoon genieten, man. En dan ontstaat er iets waar eigenlijk elke scheepsbouwer last van heeft. Dat is een soort syndroom. Dat je gaat zitten mijmeren. Dat je naar een verbinding zit te kijken en dat je het van allerlei kanten zit te beschouwen. En je raakt het een beetje aan met je handen. En het is natuurlijk 0,0 productiviteit op dat moment, maar het is gewoon een gegeven. Dat gebeurt tijdens dat scheepsbouwproces, omdat je ja, het allemaal zo fantastisch vindt worden en fantastisch is om aan zo'n mooi schip te mogen bouwen. Nou, alles wat we gedaan hebben, is dat ook wel even een moment wat mag ontstaan. Maar natuurlijk schrik je er ook weer over wakker uit, hè, uit dat gemijmer, en dan ga je weer aan de gang. En dan merk je ook weer dat het nog steeds noeste arbeid is, want zo'n oplanger weegt gewoon wel 40 kilo en die moet je iedere keer optillen. En je staat natuurlijk niet op een recht vloertje, maar je staat in de kim van het schip. Dus het is constant je evenwicht zoeken en met dat zware ding stoeien. En tussen die emoties en gevoelens zit je als scheepsbouwer in dit proces.